lijkt bijna een zilver. Maar mijn haar heeft echt duidelijk een hele andere kleur dan het eerst had. Hoi allemaal, als je mijn Taste and Try video's kijkt en deel 4 ook hebt gezien, dan heb je ook gezien dat ik een kruidvat haarverf heb uitgeprobeerd. De kruidvat Colors to Play in de kleur pastelpaars. En dat ging niet helemaal goed. Het ging ook niet helemaal fout. Het was gewoon een beetje moe, net niet. Ik heb het daarom voor jullie nogmaals getest. Omdat ik me afvroeg of het niet aan bepaalde factoren lag. Dat het niet helemaal was gelukt. Dus ik heb nu alles gecheckt. Dat het niet aan mij kon liggen. Of aan handelingen kon liggen. Dat het hooguit aan het product kan liggen. Wat het eindresultaat zou zijn. Dat heb ik opnieuw voor jullie getest. Dus daar gaan jullie zo naar kijken. Ik zie er echt niet uit op die beelden. I'm sorry. Op dit moment heb ik mijn haar ook een aantal keer gewassen. Maar je hoort straks allemaal hoe vaak ik het nu heb gewassen. Want dan hou ik het een beetje spannend voor jullie. Dus dan neem ik jullie mee het hele proces. Het verven, hoe het uit heeft gepakt, hoe het groen wordt, hoe het eruit ziet na het wassen, na een paar keer wassen. Dus ik heb het een paar dagen lang echt voor jullie lopen testen. En gereviewd. Dus ik hoop dat jullie het heel erg leuk vinden om te zien. Veel plezier met kijken. En vergeet geen duimpje omhoog te doen als je dit leuk vindt. En natuurlijk te abonneren. Oké, over naar Charlotte. Oké, jongens. Ik ben er weer. Ik heb even het bovenste deel van mijn haar vastgezet. En dit allemaal ga ik dan paars verven. Ik twijfel nog heel erg, want ik ben echt heel erg bang. Ik heb het gisteren heel goed gewassen met echt een André Lon, zo'n natuurlijke shampoo. Geen conditioner in gedaan, alleen geslapen, geen olie, wat ook. Het is best wel droog. Dus schoon is het zeker, dus daar kan het niet aan liggen. Het flesje is nieuw, daar kan het ook niet aan liggen. Ik had ook deze gekocht, maar ik denk dat deze toch weer dat ik deze kleur ga testen. Ook omdat ik hier echt nog helemaal niks over heb gezien. Zelfs nu een tijdje later heb ik er nog steeds niks over gezien. Dus ik ga even handschoentjes aandoen die ik bij het benzinestation heb gehaald. Oké, ik kan er maar één vinden, maar is beter dan niets. En dan ga ik het nu gewoon weer over mijn haar verdelen. Schoon, droog haar. En ik gebruik dus niet het open flesje, want ik wil gewoon uitsluiten dat dat de reden is dat het niet lukte. Ik doe ook lekker veel. Dat ook niet de reden kan zijn dat het niet lukte. Oh, mijn andere hand wordt nu gewoon paars. Dat staat toch nergens op. Veel spul gebruiken, dat ook elke haar wordt gepakt. Ik laat dit gewoon even 10 minuten zitten en dan ga ik verder. Weer 10 minuten. Ik ga weer even een stukje verder. Misschien heeft het er iets langer dit keer ingezeten dan 10 minuten trouwens. Wow, ik zie nu dat mijn hand gekleurd is. Ik weet niet of jullie het zien. Wel een beetje enger jongens, omdat ik nu gewoon mijn hele haar pak. En ik heb het gevoel dat het gaat lukken. Ik gebruik veel meer dan vorige keer. Ik ga het nu gewoon in 2 lagen doen, zoals je kan zien. Ik heb trouwens 1 review gezien in het koraal. Ik voor zo zeggen dat je haar er best wel droog wordt. Terwijl die L'Oreal, die schijnt je haar lekker zacht te maken. Ik ga even nu het hier schoonmaken. Voordat het hier kan. Ik ga nu gewoon de douche in. Dan begin ik even met de onderkant helemaal uitzoenen. En dan pak ik daar naar de bovenkant. De bovenkant is echt niet gelijkmatig verdeeld. Dus ik ben heel erg bang dat het heel lelijk is. Maar als het heel licht pastel is, maakt het niet uit. Ik zie jullie zo, jongens. Ik ben heel benieuwd. Oeh. Hier zie je het heel erg volgens mij. En hier niet. Oh my god, op bepaalde plekken heeft dit heel erg gepakt. Ik denk dat het heel tof is. Maar dan wil ik het eigenlijk door mijn hele haar. Ik ben ook echt een loser. Het lijkt bijna zilver. Het moet dus sowieso wel echt even blijven zitten. En je haar moet heel droog zijn. En schoon. En wow, het lijkt heel heftig. Heel wassig. En het is trouwens zo zacht, niets normaal. Ik heb geen shampoo meer gebruikt of conditioner. Het is echt super zacht. Dus dat iemand zei dat het droog is. Dus wat duidelijk zit er een heel voedend iets in. Want ook over mijn hele lichaam voelde ik dat zachte laagje. En het water was echt fel paars. Dus ik schrok me echt kapot. En daarna wordt het blauw. Maar je hebt sowieso veel spul nodig. Want zoals je hier hebt gezien, het heeft er denk ik wel sowieso 10 minuten ingezeten. En na 10 minuten hoor je ook al kleurresultaat hebben. Maar het was gewoon te weinig spul. Dus we gaan het zien als het droog is. Ik zie hieronder echt verschil. Oké, ik ben dus heel benieuwd. Maar wat ik heel duidelijk zie, even wat olie erin, is dat het echt een gloed is. Meer een gloed dan een kleur. Je ziet echt verschil in mijn haartint. Ik denk dat het heel lelijk is dat ik het nu hier niet heb, want nu is het hier heel warm en hier heel koel ofzo. Wat ik in ieder geval zeker weet, is dat je echt zeker een heel flesje nodig gaat hebben. En het hele flesje moet opmaken en het heel royaal in je haar moet doen. Want als het niet overal pakt, ja logisch, dan wordt het vlekkerig, maar dat zie je heel erg. Ik laat het nu even zo. Want feunen duurt echt uur bij mij. En dan wacht ik even tot het echt droog is geworden. Dan zie ik jullie dan. Oké, het is nu een paar uur later. En het viel Ruben ook meteen op. Hij zei, je hebt grijs haar. Het is inderdaad heel assig. En
als ik hier kijk, zie ik duidelijk. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Hele duidelijke paarse plukken erdoorheen. Maar ook plukken waarop het heel wittig is. Ook heel veel plukken waarop het duidelijk echt bijna niet gepakt heeft. En mijn haar is echt absurd zacht. Ik zal het even van achter laten zien. Het is heel assig. Ik had toch gewoon echt meteen misschien alles in één keer door mijn hele haar moeten doen. Want zo heftig is het resultaat niet. Maar het is heel assig. Een beetje een grijs tint lijkt het. Maar als je gewoon goed kijkt, zie je dat het echt wel paars is. Maar mijn haar heeft echt duidelijk een hele andere kleur dan het eerst had. Super vet. Nou, ook als ik een knotje in heb. Het valt echt niet mooi nu, want het is zo vettig. En het, mijn haar zit nu echt, ik ben echt een bad hair day. Maar qua kleur, je ziet ook echt aan mijn knotje dat het er heel anders uitziet. Ik hoop dat jullie het fijn vonden dat ik toch een second opinion heb gedaan van precies hetzelfde product. Want het is toch heel anders dan ik en jullie dan eerst dachten. Mijn handen zijn trouwens heel erg droog. Het maakt je haar dus super zacht. Zorg ervoor dat je gewoon echt een heel flesje in je haar doet. Het is niet heel erg heftig, dus je kunt het gewoon in één keer lekker vol in je haar doen. Want dan heb je gewoon een wat beter resultaat dan bij mij. Maar het werkt zeker en doet dus echt op schoon haar. En geen conditioner gebruiken, want dan geeft het toch een soort laagje aan je haar. Hey allemaal, het is nu 2 dagen later en normaal was ik mijn haar niet zo vaak. Maar voor deze video heb ik het weer gewassen. Ik zal jullie weer eventjes gaan laten zien hoe het staat. Ik heb het ook weer gesteld en het is weer met ongeveer hetzelfde daglicht. Zodat je een realistisch beeld van mijn haar kunt krijgen. Ik ga het eerst weer even zo laten zien. Dan zie je duidelijk dat het echt veel minder paars is. Minder bedoel ik eigenlijk. Wow, je ziet helemaal niks meer. Maar in de complete gloed van mijn haar heb ik het idee dat het wel nog steeds een hele andere tint is. Zoals ik al zei, het is niet zozeer dat het heel paars werd. Want Ruben zag niet eens dat het paars was, hij zei grijs. En dat viel ook een beetje weg, maar het is meer gewoon een soort van assige tint. Dit is het nu. Ik hoop dat het weer goed zichtbaar is. Ik ben zelf ook benieuwd hoe het er van achteruit ziet. Oh ja, ik kijk nu net eventjes de beelden van gisteren terug. Want toen heb ik ook nog eventjes voor jullie gefilmd hoe het eruit zag. Het is 1 dag na het verven, maar niet meer dat ik het had gewassen. En toen was het echt veel paarser. Het was best wel paars, zag ik dus terug. Maar wat ik dus echt zie, het is heel assig en heel blond. Heel witblond. Dus dat blijft heel erg zitten. Ik ben heel benieuwd dat er uiteindelijk wel uitgaat, die tint. Zo niet zou ik niet erg vinden, maar zo wel is het natuurlijk wel raar, want het hoort eruit te gaan. Maar het is echt een witte gloed. Je ziet echt wel dat het assiger is, dat ik zelf best wel vet vind. Het is zeker niet geel of zo, maar het paars is er dus uit. Ik ga het hierna nog 1 keertje voor jullie verwassen en dan vind ik het wel prima. En laat ik het wel weten op social media, want anders gaat het veel te lang duren voordat deze video online kan. Dus dan zie ik jullie weer over 2 dagen of zo. Hey, het is nu 3 of 4 dagen later. En ik heb mijn haar gisteravond gewassen. Nu is het droog, heb ik het even een klein beetje gesteld, zodat het er weer hetzelfde uitziet. En als het goed is, hebben we weer ongeveer hetzelfde licht. Dus het is tijd om het te laten zien. Volgens mij ziet het er helemaal uit, maar ik weet niet meer precies wat voor tint mijn haar nou had voor ik het ging verven. Of het toen iets geliger, warmer was. Of dat het, was het dus echt al zo? Of is het nog steeds een beetje assiger door de shampoo? Maar dat kan ik gewoon terugzien in de beelden en jullie natuurlijk ook. Dus dit is nu de laatste keer dat ik het jullie laat zien, want volgens mij is het er gewoon helemaal uit. Ik laat het weer even aan jullie zien. Ik vind de kleur heel erg mooi. Het is sowieso niet groen geworden. Voor mijn gevoel is het er wel echt uit. Er zit hooguit misschien nog een beetje gloed overheen, maar zelf zie ik het niet echt meer. Maar je kunt het zelf ook natuurlijk gewoon bekijken. Nou, dit was mijn laatste keer dat ik het jullie laat zien. Dan ga ik de video nu nog even met jullie afsluiten. En alvast bedankt voor het kijken. Nou, dan was dit de video. Ik hoop dat jullie hem heel erg leuk vonden. Ik heb gewoon nog steeds geen reviews hierover gevonden. Dus hopelijk hebben jullie er wat aan gehad. Ik zou het product zeker wel voor dat geld een keer proberen. Super leuk. Ik vind het effect heel erg leuk. Ik ga die paarse zeker nog eens gebruiken. Al is het voor het effect dat ik graag na 1 keer was. Omdat het toch wat assiger is geworden. Dus zeker een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En vergeet niet te abonneren als je nog geen abonnee was. Als je dat zou willen. En dan zie ik jullie zaterdag om 9 uur weer met een hele andere leuke nieuwe video. Bedankt voor het kijken. Doei!